een grote vlammenzee bij een woning in Gelderop. Een man stichtte deze brand terwijl het gezin lag te slapen. Hier zien we de verdachte op 18 juli rond 1 uur 's nachts. Hij heeft een jerrycan bij zich en sprenkelt de inhoud daarvan tussen de auto van de bewoners en de voordeur. Zodra hij een vuurtje erbij houdt... ...valt alles meteen vlam. Het gezin weet via een andere deur het huis te verlaten. De politie weet nog niet waarom iemand het op het gezin gemunt had. Mogelijk zit de vader in het criminele circuit. De dader rijdt in een Toyota Aygo X en heeft vermoedelijk door het incident geen wenkbrauwen en wimpers meer. Heb je tips? Bel dan de politie op 0800 60 70.